Goedematen, welkom weer bij een nieuwe video van Wootroo. En vanaf vandaag ga ik weer gas geven. Wootroo is back en we knallen straks naar die gym toe om even een goede workout neer te zetten. Want ik ben het nu zat. Ik heb de afgelopen week heel erg rustig aangedaan met het sporten weer. Heel erg rustig opgebouwd. Volgens mij heb ik 3 of 4 keer getraind, total body gedaan, om even dat lichaam weer te laten wennen. Want ik heb immers ruim een maand niet getraind. Je moet het weer rustig even een beetje opbouwen voordat je weer gas kan geven. Dat heb ik nu gedaan, een week. Het was voor mij voldoende, want ik ben nu helemaal zat. Ik heb denk ik 3 weken lang Nokkie op de bank gelegen, alleen maar tv kunnen kijken, weinig focus, heel weinig energie door die bestralingen. Ik heb gewoon blaren op mijn reet van het zitten. En ik ben er nu klaar mee. Dus we klappen er eventjes een scoop in. Ja, je ziet het goed. Zonder cafeïne. Dat is content voor een volgende video. Waarom ik zonder cafeïne neem. Maar oh, dit is ook wel topspul hoor. Heerlijk in het zonnetje. Toen die zon begon te schijnen, toen begon bij mij van binnen het zonnetje ook te schijnen. Dat vlammetje dat ging weer aanwakkeren. En toen dacht ik bij mezelf, ja, het is nu klaar met dat thuis zitten. We gaan nu gewoon gas geven. Die vermoeidheid is zo goed als over. Daar ben ik heel erg blij mee. En nog sneller dan verwacht ook. Want de artsen zeiden tegen mij dat het misschien nog wel 4 tot 8 weken zou kunnen duren. Hier ben ik, 3 weken na mijn laatste behandeling. Daar proost ik op. Salut. Ah. Tijd om te gaan. Let's go. Aangekomen bij de groeitempel. Tijd om te gaan groeien. Ik ben natuurlijk al een weekje eventjes een beetje bezig geweest om mijn lichaam een beetje ready te maken om weer vol gas te kunnen gaan rammen in de gym. In dat weekje merkte ik dat ik eigenlijk niet zo heel veel kracht ben verloren in die ruime maand dat ik niks heb gedaan. En dat is nou de kracht van spiergeheugen. Daar duik ik straks een beetje dieper op in. Eerst eventjes opwarmen in de gym, want het begint te tintelen in mijn lijf. Kom op, let's go. Ik ben nu eventjes aan het opwarmen. Even 10 minuten. Lage intensiteit, ongeveer 8 km per uur. Hellinkje op 1 gezet. Klein beetje dat lichaam eventjes wakker schudden. Beetje die focus erin te krijgen. Dat starten we zo meteen met bankdrukken. Zin in. Lekker. Let's go. Eerst even een uitgebreide opwarmsessie. Helemaal belangrijk als je er een tijdje uit bent geweest, zoals ik. Want ik heb die fout een keertje eerder gemaakt toen ik net uit mijn operatie kwam. Toen ik na 3 maanden weer wat krachttraining mocht doen. Wilde ik te snel te veel kilo's gaan benchen. Toen heb ik echt maanden last gehad van mijn schouder. Daar kwam ik wel eventjes achter van dat het niet zo handig is om meteen vol gas te gaan trainen. Maar je lichaam eventjes die kans weer te geven om een beetje te wennen aan die weerstand, aan die belastbaarheid op je spieren. Setjes en dan is het goed. En dan gaan we borstsessie weer een beetje verder bouwen. Want er zit natuurlijk geen haast bij. Hè? Ik hanteer denk ik gewoon voor 6 weken lang dat ik rustig wil opbouwen weer in kracht. Dus in gewicht. En dan over 6 weken ga ik weer een beetje testen bij de grote oefeningen. Zoals bankdrukken, squats, misschien wel deadlifts van die ik erbij ga doen. Maar eens kijken een beetje waar mijn nieuwe max weer zit. Dus even tijd geven aan het lichaam om te wennen. Want je hoeft niet binnen 1 dag weer meteen topfit te zijn zoals je was. Geef het tijd. Door tot helemaal spierfalen of dat het echt helemaal niet meer lukt. Ik stop gewoon een beetje op het punt vlak daarvoor. Omdat ik mijn lichaam niet helemaal wil doodvermoeien al met sporten. Omdat die bestraling hebben natuurlijk flinke impact gehad. Ik doe gewoon net een stapje onder die max, wat ik zelf aan kan. Om mijn lichaam even tijd te geven om weer een beetje te wennen. En vanuit daar weer rustig op te bouwen. Dumbbell press. Spiergeheugen.
Spiergeheugen is wel denk ik wel een van de mooiste dingen waarvoor je getraind kan hebben. En dan heb ik het niet over het fysiek van hoe je eruit ziet, want dat hoort er natuurlijk allemaal bij. Maar het spiergeheugen is denk ik een van de belangrijkste elementen waar je ook voor kan gaan trainen. Spiergeheugen kan je een beetje vergelijken met het motorisch geheugen. Fietsen verleren wij ook niet zomaar. Dat hebben wij onszelf ooit aangeleerd. En als je op een gegeven moment maandenlang niet hebt gefietst en je stapt weer op een fiets, dan voelt het eigenlijk weer als vanouds. Misschien heb je even een beetje tijd nodig om te wennen aan hoe je moet sturen en moet trappen en moet remmen. Dat komt weer heel snel terug. En zo geldt het eigenlijk ook met spiergeheugen zo. En wanneer je frequent traint 2 tot 3 keer per week en je doet een vaste basis aan oefeningen, dan word je gewoon heel sterk in het uitvoeren van die specifieke oefeningen. Ooit ben ik wel eens begonnen natuurlijk met bankdrukken. Dat ging allemaal schotsen scheef. Maar naarmate je dat vaker herhaalt, word je er goed in. En naarmate je meer gewichten eraan toevoegt, bouw je ook meer weerstand op, meer belastbaarheid op voor je spieren. Waardoor je hem veel krachtiger en makkelijker ook uit kan voeren. En het zijn een beetje als de snelwegen van die je bouwt van A naar B om met je auto van je woonplaats naar de andere stad toe te gaan. Zo werkt het eigenlijk ook vanuit je hersenen naar je spieren toe. Je bouwt een bepaald soort verbindingen op en je lichaam gaat het op een gegeven moment herkennen. En dan gaat het geheel automatisch eigenlijk. Ik hoef nu niet meer na te denken van dat ik mijn linkerarm en mijn rechterarm tegelijkertijd omhoog moet duwen. Nee, dat gaat tegelijkertijd. En ik ben er nu dus een tijdje uit geweest. Een goede maand. Toen ik 2,5 jaar terug mijn zware operatie had gehad, toen was het 3 maanden lang, was ik eruit gegaan. Ik had wel eventjes een soort van opbouw nodig om weer terug te komen op mijn oude niveau. Maar mijn lichaam pakte wel heel snel weer op van waar ik gebleven was. Dus ik herkende wat ik moest doen. Ik wist van hoe bewegingen uitgevoerd moesten worden. Je verleert het niet. En ik ben ook van mening dat spiergeheugen eigenlijk een van de beste investeringen is die je kan doen. Investeren in je eigen lichaam. En ik zie het nu heel erg als het trainen van mijn incasseringsvermogen. Hoe fitter ik ben, hoe sterker ik ook weer terug kan komen na een gezondheidsstrijd waar ik nu middenin zit. Ik ben maar wat blij dat ik jarenlang echt serieuze krachttraining heb gedaan en mijn lijf echt goed fit heb gehouden. Daarom ben ik, denk ik wel 100% zeker van, dat ik nu zo snel weer terugkom na die 30 bestralingen die ik heb gehad. En ik heb nu ook in mijn achterhoofd dat ik weer zo fit mogelijk wil worden voor eventueel een nieuwe tegenslag die ik hopelijk niet zal meemaken, maar misschien wel kan komen wanneer ik over een half jaar bijvoorbeeld weer mijn controle-MRI-scan heb. Ik wil gewoon weer zo fit mogelijk aan de startlijn kunnen verschijnen om mogelijk weer een volgende strijd aan te kunnen. Dus investeer in je fysiek, want dat is denk ik wel een van de belangrijkste dingen om voor te gaan trainen. Los van dat je natuurlijk met een sixpackje lekker op een festival wil gaan raven. Dat is natuurlijk ook top, maar denk ook aan je gezondheid. Het is net alsof je een fietsband een hele lange tijd niet hebt opgepompt. Die pomp je dan opeens op, dan is hij meteen weer goed in shape. Naar de incline presses. Stapje zwaarder.
merk dat ik wel een beetje kracht kwijt ben met verschillende oefeningen. Dat merkte ik vorige week ook al toen ik weer een beetje aan het opbouwen was. Mijn lichaam weer een beetje te laten wennen. Maar dat is natuurlijk niet erg, hè? Dat is ook wel heel erg normaal. Als je 4 weken lang gewoon niks hebt gedaan, dan gaat die kracht natuurlijk wel een klein beetje achteruit. Hetzelfde als dat je een actieve hardloper bent. En als je een tijd niet hebt hard gelopen, dan moet je het ook weer rustig opbouwen. Om weer tot diezelfde afstanden te kunnen komen binnen die bepaalde tijd van wat je normaal gesproken liep. Als je het gewoon straks weer frequent weer oppakt, 2 of 3 keer in de week, dan bouw je vervolgens weer die kracht weer op naar het oude niveau. Het kost gewoon een beetje tijd en met gewoontes aanleren zeggen we ook wel vaak. Dat kost ongeveer 30 tot 90 dagen voordat je een bepaalde gewoonte hebt aangeleerd. En zo geldt het eigenlijk ook gewoon met het opbouwen van je kracht. En dat hangt er natuurlijk wel een beetje af van in wat voor vorm van de kracht je op wil bouwen. Een deadlift is natuurlijk een hele complexe oefening in tegenstelling tot de extension voor je triceps die ik net deed. Dus een deadlift vergt waarschijnlijk iets meer tijd om op te bouwen in die kracht dan met deze kleinere spiergroep oefening. Maar desalniettemin, wanneer je gewoon consistent bouwt aan die oefening en bouwt om die weerstand op te bouwen, dan kom je vanzelf weer op je oude krachtniveau terecht. Die zit er weer op. De eerste echte serieuze workout weer van die ik heb gehad. Maar vorige week, toen ik weer voor het eerst startte, had ik elke dag gewoon spierpijn. En spierpijn heb ik al echt heel erg lang niet gehad, omdat ik gewoon consequent aan het sporten was. Maar als je er eventjes een keertje uitlicht, dan is je lichaam opeens weer eventjes niet meer gewend aan die belastbaarheid, aan die weerstand. Maar dat is wel weer lekker om even die spierpijn weer een beetje te ervaren. En is het nou erg dat je niet altijd spierpijn ervaart? Is dat een teken van dat je niet groeit en dat je niet sterker wordt? Nee, op den duur dan is je lichaam gewoon een beetje gewend aan de beweging van die moet uitvoeren. Maar ik heb het nog wel vaak als ik bijvoorbeeld de lunches een hele tijd niet heb gedaan, dan voel ik echt die spierpijn gewoon in mijn reet. Dat is wel top hoor, weer die spierpijn een beetje te ervaren. Maar spierpijn is niet een must van wat je moet hebben om te kunnen groeien, om meer spiermassa te kunnen hebben. Nee, maar het is gewoon eventjes een teken van dat je lichaam voor een bepaalde tijd niet die bepaalde belastbaarheid of uitvoering heeft gehad. Ik denk dat ik volgende week wel weer redelijk spierpijnvrij ben. Dan is het wel weer echt tijd om het lichaam weer eventjes flink te gaan testen gewoon. Ook als je een tijd niet hebt gesport, dan merk je gewoon, althans dat merk ik, van dat de spanning natuurlijk heel erg weg is in je eigen lijf. Een stukje spierspanning. Maar ook de volheid van je spieren, dat opgepompte gevoel, dat is gewoon weg. En dat is soms best wel kut. Want het is best wel lekker om even die pomp weer te kunnen ervaren. Dat heb ik nu ook weer. Dat het wel goed is om even weer die spiegel in te kijken. En je ziet eventjes van wat er allemaal gebeurt wanneer je lekker bezig bent in die gym. Het is ook weer niet zo heel erg. Want eigenlijk pak je lichaam dat ook wel weer heel erg snel op. Dat je lichaam zich weer vullen. Er komt weer wat vocht in die spieren. Je gaat weer wat meer eten. En de spieren die zet je weer aan het werk, zodat die volume van je spieren ook weer groter wordt. Nou, even kijken een beetje naar het resultaat. Want in de thumbnail hebben we natuurlijk een foto van mij op mijn prime. En ik hoop toch wel weer een beetje terug te keren naar die shape. Nu ben ik nu natuurlijk niet helemaal zonder getraind te zijn, maar aardig pompje in mijn lijf. Ik weeg overigens wel ongeveer 5 kilo of 6 kilo lichter dan op de foto in de thumbnail. Dus mijn doel is wel weer om een beetje naar die 93, 94 kilo toe te groeien. Nu ben ik ongeveer 88,5. Dus dat is wel echt heel erg licht. Zo licht was ik geneens op een bodybuild wedstrijden toen ik echt helemaal gort droog was. Dus ik ben wel zeker wat spiermassa kwijtgeraakt door die 2,5 jaar wat ik nu meemaak in mijn leven. Maar ja, de uitdaging staat. We gaan gewoon weer lekker groeien. Tijd om het lichaam weer eventjes uit te gaan testen. Bedankt voor het kijken van deze video. Zie jullie weer bij de volgende video. Laat het weten in de comments. Als jullie nog vragen aan me hebben, dan beantwoord ik die in de volgende video.